Hallo allemaal, dit is mijn eerste YouTube-video. Wel, niet eigenlijk echt mijn eerste. Ik heb al eens YouTube-video's proberen maken, maar ik was super slecht in de editen. En ik had best veel bang dat er... Nee, het was het nul waar. En ik had heel veel angst om gepest te worden. En wel, nu ik daarover... Dat ik daar voorbij ben en meer zelfs zekerder ben over mezelf, wil ik terug op YouTube komen. En ik wil eigenlijk komen vertellen over... I don't know, mental health, ja, over fashion, over make-up, kleding, lifestyle, maar ook over zeker financiële zaken, waar er ook een lek aan is, die makkelijk toegankelijk is, of als in alle video's eigenlijk, gaat het over de VS of iets anders, en is het allemaal in Engels, en is het eigenlijk niet toepasbaar voor België, en wel ja. Yeah. Daarover wil ik beginnen YouTube-video's maken. Maar voor mijn eerste video wil ik ja, zo vertellen eigenlijk dat je voor een experience... Dit gaat over fashion. Dit gaat over bij Louis Vuitton een agenda. Dit gaat over de pocket size Louis Vuitton agenda die ik heb gekocht. Van de pre-loved market. Dus de second hand. En daar is nogal stigma rond. Ook al... Zijn er best veel mensen die daar video's van maken en best veel mensen die secondhand kopen. Toch blijft dat idee van, ik wil die beleving ook hebben, blijft dat wel nog altijd een beetje heersen. En ik wil dat eigenlijk een beetje de wereld uittrekken, want die beleving kun je ook hebben als je tweedehands zaken koopt. Nu, ik heb deze gekocht in een winkeltje in Elsenaar, in Brussel, bij Hoever. Fantastische man, eerlijk. Mijn hart gaat uit naar hem. Hij verstaat mij waarschijnlijk niet. Maar ik hou heel veel van hem. Hij is een heel betrouwbaar persoon. Heel eerlijk. Heeft heel veel. Dus ja, ik ben gestolen op zijn winkel. En ik zag deze agenda liggen. En ik was al super lang aan het uitkijken naar deze agenda. Maar het was nooit voor de prijs waarvoor ik het wou kopen. Nu, dit is de pocket size. Ik weet niet of jullie het wel dit kunnen zien. Het is nog een beetje masterig. Zo. En dan als je die open doet, dan kun je eigenlijk, zeg maar, personalizen. Er zitten mobile kaartjes, mijn persoonlijke agenda zit erin. Maar ik heb ook een digitale agenda. En dan een soort van, ja, zo'n die stempelkaart als je ergens iets gaat drinken of iets kopen of zo. De pen die er perfect bij past, kun je ook op de Louise. Daar is zo'n winkeltje waar je eigenlijk alles voor kunt kopen voor aan de binnenkant. Maar toen ik deze kocht, zei ik tegen hem van ja, kijk, luister. Ik heb deze agenda eigenlijk nooit gezien in het echt. En dus ja, ik wil die wel eerst langs de Vuitton gaan en dan zeker zijn dat die echt is. En als, ja... Als ik dan tevreden ben, dan wil ik het houden. En hij was daar akkoord mee gegaan. Hij zei van, kijk, neem het. Ga naar de Louis Vuitton winkel. En als het blijkt dat hij niet echt is, of het is niet zoals je verwacht had, breng ze gewoon terug en ik stort die het geld terug. En dat vond ik best betrouwbaar. Ik was daar heel blij om. Dus ja, ik heb het gekocht. Ik heb het gekocht aan 120 euro. De prijzen zitten voor deze agenda heb ik niet gecheckt. Maar ik zal ze bij het verwerken... Hier ergens plaatsen. Ze komen waarschijnlijk rond de 300 en 400 euro. Voor een pocket agenda vind ik dat eerlijk gezegd een klein beetje veel. Zeker als het over de beleving is. Nu komen we op de beleving zelf. Dus ik ga naar de Louis Vuitton winkel. En eerlijk zijn schatjes. Ik ben super clumsy. Dus nog eens mijn excuses naar de personen die werken bij Louis Vuitton. Want ik heb letterlijk een ring gekrast door het op de grond te laten vallen. De ring die ik eigenlijk wou. En ik heb die uiteindelijk ja, niet kunnen nemen, omdat die eigenlijk best diep gekrast was. Maar ja, het was ook wel een rare keuze van vloer, vond ik, bij Louis Vuitton. En eerlijk, zulke zaken kunnen gebeuren. En het feit dat die van één keer vallen, al zo'n diepe kras had, zorgde bij mij echt zo'n beetje van, oei shit, ja, misschien moet ik die niet kopen dan. Dus anyway, ik ging daarnaar en ik zei gewoon, ja, kijk, ik ben hier eigenlijk niet echt geïnteresseerd om iets te kopen, maar ik wil gewoon deze agenda checken. En het was een heel aangenaam persoon, die had dan een nieuwe erbij gehaald en die heeft het proberen scannen, want de nieuwe hebben blijkbaar een chip
Nu, dit is nog een oude versie, dus die heeft die chip nog niet. Dus daarbij kon ik niet de authenticatie, zeg maar, vervolledigen. Maar bij, door gewoon er naar te kijken en alles te vergelijken, zei je wel van ja, ik denk dat deze wel echt is. En ik zei van, ah ja, oké, super, dat is alles wat ik wou horen eigenlijk. En toen zei hij van zichzelf, maar ja, kijk, wil je anders het twee signaal erop laten zetten, ook al heb je die hier niet gekocht. En ik was er van, duh. Graag, alsjeblieft, please do, because I love it. Ik ben zo sukker daarvoor. Dus ik zei van ja, als dat kan, ja, heel graag. En toen heb ik dat eigenlijk gedaan. Dus ik heb gekozen voor je kunt dan kiezen voor verschillende kleuren, lettertypes, groottes. Je kunt voor alles eigenlijk kiezen. En ik ben uiteindelijk gewoon gegaan voor zilver. En dat is mijn achterarm, Solzon en dan Boeket. En dan voor de rest is het gewoon Louis Vuitton. Hier heb ik nog een paar kaartjes van de winkels met de namen van de saus, van de persoon waarbij ik het heb gekocht. Oh, ik heb een kaartje van de winkel waar ik dat gaan zelf heb gekocht. Dus hier dus. Maar het is dus een Elsene Chaussée de Waterloo 500 in Brussel. Go check it out. Doe de groetjes. Hij is een fantastisch persoon. Hij heeft heel veel ook eens in het assortiment. Dus ik zou iets niet aanraden als ik er niet zelf ben geweest. Dus anyway, terug op de agenda. Dus de volgende dag mocht ik die komen ophalen. Ik geloof dat het als een namiddag was dat ik die al mocht komen ophalen. En dan hadden zij de oude dustbag weggedaan en dan die in een nieuwe dustbag gezet. Hadden ze dat in zo een doosje gestoken, alsof ik het werkelijk van bij Louis Vuitton had gekocht. En dan in een zak gedaan. Dus je hebt op zich heel de experience. Deze winkels zijn ook, allee, het cliënteel dat er werkt, het personeel dat daar werkt, mijn excuses, is super vriendelijk. Echt waar. Dus je moet niet per se iets nieuw kopen. Als dat is wat je wilt, doe dat. Echt waar. Ga het nieuw kopen. Maar als je zoals mij bougie on a budget bent, dan kun je het niet altijd nieuw kopen. Ik heb dat heel graag, ik zou het heel graag willen doen. Maar soms gaat dat niet. En voor sommige zaken zeker niet. Ik bedoel, voor een pocketagenda val ik dan een beetje veel. En ik had al een agenda en ik heb al een digitale agenda. Dus het is allemaal een beetje too much. Nu, anyhow, as you can see, je krijgt een volledige ervaring mee die zijn super oprecht gewoon bezig met u, ook al heb je het daar niet gekocht. Ze zijn even vriendelijk. Je moet het gewoon vragen en vriendelijk blijven. En als ze dat niet zijn, genoeg Louis Vuitton winkels. I mean, go to a different one. Ga een andere dag naar een andere persoon. Ik bedoel, ik heb een ring laten vallen van €350 wel. Niet om te zeggen dat dat heel veel is. But still, like she was not happy. Ik heb mijn excuses aangeboden. En ik heb gewoon gezegd van, kijk, sorry, maar ik heb die ring laten vallen. En dat was recht voor haar ogen. Ik bedoel, ze zag wit. Maar ik zei, ja, mijn excuses, maar ik ga ze niet nemen. En dat moet je ook onthouden. Het is niet omdat je iets hebt laten vallen, of omdat er iets is gebeurd, of omdat ze al zodanig veel met jou allee, bezig zijn geweest. Bij het allee, met kijken en tralali, tralala. Dat je iets moet gaan aankopen. Dat is absoluut niet waar. Laat u dat ook nooit wijs maken. Laat dat ook nooit in je hoofd kruipen. Echt niet. Ook al zijn ze daar 3 uur met u bezig, voel je niet slecht. Je moet je niet gerushed voelen om een bepaald bedrag uit te geven. Ja, je kunt je slecht voelen. Ja, dat is die mensen een tijd. Maar die mensen werken daar. En ja, die kunnen andere mensen helpen waarschijnlijk. Ik zeg niet, verdoe mensen hun tijd voor 3 uur. Als je van begin uit wist dat je niks ging kopen. Maar als je oprecht geïnteresseerd bent en uiteindelijk blijkt dat je geen interesse meer hebt, voel je dan niet schuldig. En ook, als je het hebt aangekocht en je vindt het daarna niet meer leuk, zijt niet beschaamd om het terug te brengen. Breng het terug. Vraag wel op voorhand wat je daarvoor kunt terugkrijgen. Vaak is dat van de winkel zelf. Die fout heb ik gemaakt bij Hermes. En dat wou ik vandaag komen vertellen. Als jullie reacties hebben of andere winkels hebben, andere winkels en jullie gedachten hebben waar jullie
ook een leuke ervaring hebben gehad. Of betrouwbare personen waarvan jullie eerder hebben gekocht. Mogen jullie mij altijd in de reacties commenten. En I'll check it out. En dan misschien koop ik iets. En dan review ik het hier ook. Ja. En dan komt er volgende keer een review van een Dior ring. So, I'll keep you posted. En tot de volgende video.